We hebben een planning en gaan proberen die planning zo goed mogelijk te volgen. Maar je weet nooit wat je tegenkomt. Geen bikinis en zwembroeken vandaag, maar pakken en stropdassen op het strand van Hoek van Holland. Vandaag zijn de handtekeningen geplaatst voor de aanleg van het laatste stukje metro naar de zee. Kosten? Zo'n 33 miljoen euro en in de zomer van 2022 moet die rijden. Dat is de bedoeling. Nou, dat blijft natuurlijk altijd spannend. Dit is een heel nieuw stuk. Wat door een gebied gaat waar we niet eerder, wij niet, maar volgens mij nergens in de wereld eerder een metrolijn is aangelegd. Namelijk door duinen en strand. Dus dat is best spannend. We werken hier, de aannemer gaat hier werken in een natuurgebied, dus daar moet je ook rekening mee houden. Dus we gaan dat goed volgen met elkaar in de stuurgroep waar iedereen vertegenwoordigd is. En ik heb er vertrouwen in dat we dat netjes gaan afmaken. Een blij man, ja. Dat is echt, ja, we vinden dat zeer geslaagd. En, we gaan dit werk gaan we uitvoeren samen met Switelski. Switelski is ook als in het spoor actief in Nederland. En we hebben gezamenlijk een combinatie hebben we opgezet om hier invulling te geven aan dit project. 86 jaar oud bedrijf, Oostenrijks, familie, het geleerd in de bergen. Dus we hebben heel veel infra gebouwd, eigenlijk rail infra door heel de wereld heen, op heel veel ondergronden. Veel boven de 2500 meter, nou, daar kom je ook nog wel wat tegen. Ja, en dit is in de portfolio prachtig natuurlijk op het strand. We zijn wel zand tegengekomen, maar tot op het strand is wel een hele bijzondere, ook voor Switelski. Heel goed samenwerken, snel escaleren, niet tobben als je zegt we zijn er niet eens en dat lang laten duren. Dat zijn er een paar en maak het niet ingewikkelder dan nodig. Als het ding één keer rijdt, hè, zo werkt dat meestal. Iedereen zegt, hadden we jaren eerder moeten doen. Want het is toch wel verdomd handig dat heel veel mensen met de metro komen en niet met auto's. Dus het zal voor het dorp denk ik veel betekenen. Dus ik verwacht dat als je één keer rijdt, dat mensen zeggen, wow, het heeft best wat gekost en geduurd, maar het was het meer dan waard. Dat was ook op het stuk dat ze nu rijdt. Hè. Dat is, hoor je niemand over, doet het goed. Nou, ik heb alle vertrouwen dat dit stuk dat ook gaat doen. We gaan keihard ons best doen om dat strandseizoen 22 te gaan halen, maar we kunnen het helaas niet garanderen. Oostenrijkers houden van de zee, daar dromen ze van. Ze hebben de bergen, daar dromen wij af en toe van. Ja, dan als ik hier omkijk, dan zullen ze wel jaloers zijn wat wij mogen doen hier. Het is een prachtige klus.